Yo kijkers, mijn naam is Enes Özdal. Ik ben 16 jaar oud en ik maak vlogs vanaf nu. Ik maak niet zomaar vlogs, zoals je kan zien. Ik maak vlogs hoe het leven is met kanker. Want ik heb namelijk een ziekte en dat is medulloblastoom hersentumor. En het is niet zomaar één. Het is er best wel een zeldzame, want 1 op de 100.000 kinderen hier in Nederland hebben dit. Ja, het is best zeldzaam en ik ben toevallig weer die ene. Maar waarom ik begin met vloggen is gewoon omdat ik het jullie wil laten zien. Wat er allemaal gebeurt en wat voor behandelingen ik krijg. Ja, dat is het. En ik heb 4 en 5 februari heb ik chemotherapie weer. En dan ga ik jullie ook meenemen natuurlijk. Laat ik jullie zien hoe het allemaal moet, wat er gebeurt, wat ze doen bij me. En ja, dan gaan we dan 4 en 5 februari zien. Ik woon nu in Dordrecht, in Zuid-Holland. En ik ga voor mijn behandelingen ga ik elke keer naar Rotterdam. Naar het Sophia Kinderziekenhuis en daar word ik behandeld. Ja, eigenlijk moet je gewoon andere vlogs kijken. Kijken wat ze doen. En supporten, man. Want zonder support ga ik natuurlijk niet filmen voor niks. En ja, wat ik in mijn neus heb zitten is mijn voeding. Misschien denk je, wat heb ik daar? Omdat ik zelf niet veel kan eten. Ik heb nooit echt zin om te eten. Als ik te veel eet, moet ik overgeven. En als ik ziek ben, geef ik ook over. Dus ik eet niet te vaak. En daarom heb ik dit dus. Dus nu krijg ik op dit moment ook voeding. Daarom is die een beetje gekleurd. En dat is 1 liter voeding. En dan krijg ik proteïne en al die shit en eiwitten. Maar omdat ik op mezelf standig niet veel kan eten. En als ik eet, eet ik heel erg weinig. Dus daarom is het een beetje moeilijk. Heb ik natuurlijk dit. Ja, verder doe ik niks. Ik ga niet naar school. Ik blijf op dit moment thuis. Ik ga in eind september van dit jaar misschien beginnen met school. Met mbo niveau 1. Omdat ik mijn vmbo diploma niet heb kunnen halen omdat ik ziek ben geworden. En ik ben al 1,5 jaar nu precies in behandeling. En nog een half jaar te gaan. En dan is het in juni 2015 ongeveer afgelopen, hoop ik. En dan is het over. Ik heb vorige week nog mijn MRI-scan gehad. En ik heb vandaag uitslag gekregen dat het helemaal schoon is. Want het zit namelijk achter in mijn hoofd en bij mijn kleine hersenen. En hij was 3 centimeter bij 3,5. En die is weggehaald met de operatie. Daarna heb ik 6 weken lang elke dag radiotherapie gehad. En nu krijg ik chemotherapie 1 keer in de maand. En ga ik 2 keer per week naar fysio omdat ik niet goed kan lopen. En ik heb weinig kracht, dus dat doe ik allemaal. En voor de rest doe ik geen shit. Zit ik de hele dag op de bank. Niks, tv kijken, gamen. En zo gaat mijn leven voor nu. Dus als je veel meer van me wil zien hoe ze met prikken, naald eruit halen, hoe chemo eruit ziet, abonneer op mijn kanaal. Moet je even liken en een comment achterlaten. En ben ik weer terug met een nieuwe vlog binnenkort op je beeldscherm. En ik zal dus niet te vaak vloggen omdat ik niet echt veel boeiends doe. Maar als ik wat doe, kunnen jullie het zien. Dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken. Abonneer hier beneden. En laat een blauw duimpje achter. En comment en support je boy. En dan zeg ik tegen jullie later. Pick up Luke! He's coming!